Wij noemen de namen van hen die gestorven zijn. Hermine Pauline Groenenberg, Eshuis. Jacoba Elisabeth Dekkers. Yvonne Louise Kraaienhof, Kessler. Hiltje ten Kate, Kleveringa. Herman Huisman. Johan Adriaan Emiel van der Does. Marianne Otten. Ceder Grijns. Fijkje Breekveld de Vries. Iris Monique Edith van Egmond Niesink. Marcel Jean-Joseph Gustave Chapin. Everhardus Johannes Korthals Altes. Anna Louise Catharine Vernet. Maria Arina Hogendijk. Eugenie René Bos Boreel. Sima Margaretha Agnes Hurenkamp. Sien Mulder Kroes. Riet Harmsen Hogelander. Anna Maria Jansen. Dorothea Elisabeth Rief. Theofiel Bonne ten Katen. Johanna Kunst Tom. Johannes Willem Schreuder. Catharina Sophia Scheltema Hellingman. Toeti Breeman Smedes. Nelke van Dijk. Anje Marina Ida van Hilton van Aalst. Wijnanda Maria Alida Onderstal Brouwer. Pieter Anthony Wattes. Margreet van Weijen. Gerda Vos. Carla van Maren Smit. Tonia Gerarda de Pierre Oosterveen. Riekje Loodsma Berenkamp. Adeline Fritsje. Caroline de Boer. Anne Petra Sibles. Jerome Alexander Sillem. Anne Klaas Dauma. Roserik Bergholst. Thea Laper. Karin Schmuel de Jong. In stilte noemen wij de namen van wie niet genoemd zijn, maar die in onze harten leven.
De apostel Paulus zegt: ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.